Het gevoel als ik op spits dans geeft me het gevoel dat ik vrij ben. Dat het een verlenging is van mijn benen. Dat ik op een bepaalde manier bijna boven de grond zweef. En het geeft een heel vrij gevoel. Toen ik voor het eerst op spitsen stond, was ook op de balletacademie. Toen was ik 8, denk ik. En toen hadden we onze eerste spitsenles. We hebben toen allemaal een paar spitsen gekregen, de linten eraan genaaid. En we vonden dat natuurlijk heel erg spannend allemaal. En toen hadden we onze eerste echte officiële spitsenles. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je spitsen heel lekker zitten. Spitsen zijn handgemaakt, dus elk paar is anders. Elk paar voelt ook anders. Elk ballet heeft een ander paar spitsen nodig. Dus het is heel belangrijk dat ze goed zitten, dat ze lekker zitten. Tjaan die helpt ons allemaal, maar mij dan natuurlijk ook, om precies de juiste schoenen te vinden die het lekkerst zitten. Het Nationale Ballet heeft ongeveer 40 danseressen. Er moet per seizoen ongeveer 1000 spitsen besteld worden. Het is dus heel veel administratief werk. Mijn taak is de danseres in het hele proces van de bestelling tot het passen van de spitsen te begeleiden. Iedere danseres heeft een eigen merk van schoenen en zelfs ook een eigen schoenmaker. Op de zool staat dan dus ook soms een teken of een code van de schoenmaker, de maat, de brede en ook de achternaam van de danseres. Voor elke danseres heel belangrijk dat ze zelf haar eigen schoenen voorbereidt. Ik vind dat ook het fijnst om het zelf te doen. Doe dat ook altijd zelf. Want iedereen weet precies wat hij het lekkerst vindt en wat hij nodig heeft voor zijn schoenen. Als ik mijn schoenen voorbereid, dan naai ik eerst elastiek aan mijn schoenen. Ik doe 2 elastiekjes die kruislings over elkaar heen gaan aan allebei de kanten. Daarna meet ik precies de goede lengte op voor mijn linten, zodat ik die daarna aan mijn schoenen kan naaien en dat ze precies de juiste lengte hebben. Als ik mijn schoenen aandoe voor de repetitie voor de voorstelling, dan gebruik ik altijd een teenbeschermer, omdat het iets minder pijn doet als je op je tenen staat. En ik doe ook altijd een beetje hars op onze schoenen, zodat we niet uitglijden op toneel. En vaak ook op je hiel, zodat je schoen goed blijft zitten. Er is ook heel veel vraag naar gebruikte spitsen. Als deze niet meer dansbaar zijn, worden ze van de danseres resigneerd en in het voorgebouw van het muziektheater als souvenir aan de fans verkocht. Mijn grootste angst is denk ik dat mijn lint losschiet of dat mijn elastiekje knapt. Maar op datzelfde moment weet ik ook wel dat ik mijn schoenen goed heb voorbereid en dat ze goed voelen. En dat ik me vrij voel en dat ik gewoon lekker dans.